Zilver op een wereldkampioenschap. Ja, zilver en brons, dat zijn al twee medailles op twee dagen. Als het zo doorgaat hebben ze toch vier medailles. Dat zou prachtig zijn natuurlijk, ja. Nu maar de slagroom op de taart ontbreekt. Cho, dus de Koreaan, de Zuid-Koreaan tegen Djamel Bouras. En krijgen de Fransen de ultieme bekroning. Bouras met de rode gordel. Weer onmiddellijk zijn speciale, ja, je zou bijna kunnen zeggen, verschrikkelijke stijl. Het is ongelooflijk moeilijk om daar tegen te kampen. Zo extreem links dat hij staat. Het is echt een werkjudoka ook. En ja, die gaat gewoon proberen van die Koreaan rond de mat te sleuren. En overal zijn been achter te steken waar hij maar kan. Djamel Bouras gaat in de aanval. Super gemotiveerd natuurlijk. Houdt natuurlijk ook een beetje een gevaar in. Maar dat aanvallen van Bouras, hij heeft een speciale stijl. Hij valt wel aan, maar hij gaat niet volledig. Hij gaat pas volledig als hij ziet dat het ook scoren oplevert. Dus hij gaat niet onbesuisd aanvallen. Hij zet zijn been tussen het been van de andere partner. En dan probeert hij wat te draaien. En van als er gevaar is, zakt hij gewoon op zijn knieën en in verdediging. Dus dat is redelijk... Een redelijk veilige manier van openingen zoeken. Hier weer dat been ertussen. De Koreaan, ja, de Koreaan intelligent probeert dat steunbeen van Bouras dan net op tijd onderuit te vegen. Als hij dat blijft doen, kan hij Bouras doen twijfelen. Djamel Bouras, de Olympische kampioen. Hier weer dat been ertussen haken. En wie gaat? Niemand. Dus kamp wordt onderbroken. Dus die stijl van Bouras is echt tegelijk veilig een goede verdediging. Omdat zijn been tussen de benen van de partner haakt. Plus dat hij uit die positie ook kan scoren. Je moet er natuurlijk wel fysiek sterk genoeg voor zijn om het elke keer weer te kunnen. Zo ver in de nek pakken en dan dat been ertussen zetten. Maar de Koreaan kan er precies toch wel weg mee met die extreme stijl van Bouras. Het is niet zo dat Bouras domineert, hè? Nee. Het is daarom de Een paar Koreaan... keer al in gevaar geweest ook, vond ik. Ja, hij voelt zich niet veilig met die Koreaan als hij zo aanvalt. Dus je ziet zelfs dat hij een beetje... In het begin zoekt hij het directe, dichte contact op. En nu gaat hij zelfs een beetje naar achter leunen. Natuurlijk altijd zo dat je in het begin van een kamp erin vliegt en dan eventjes moet temporiseren. Dat kan je niet, dat kan je onmogelijk 5 minuten volhouden. En de Koreaan begint er een beetje door te komen. Ik geloof dat hem Bouras goed aanvoelt. Nu moet de Koreaan ook het valt ook een wat eigen stil. Een eigen beweging als het, ja, eigenaardig genoeg. Voelt dat Bouras zich niet kan opdringen. Het is een redelijk zeer kalm publiek, vind ik, voor een wereldtitel dat ze hier aan het verdienen zijn. Zouden we wel wat meer achter Bouras kunnen gaan staan nu? Die zo stemde niet natuurlijk. Nee, daar kan geen enkel toernooi niet meer aan tippen. Daar werd het publiek ook vakkundig opgezweept. Ja, nooit gezien. Zelfs niet in Frankrijk, dus toch een unicum. Maar ik heb ook de indruk dat het publiek... Ja, Bouras gaat op de grond. Wasari. Ja. Wasari voor de Koreaan, terecht. Dus je ziet hoe Bouras er dus inkomt. En de Koreaan, intelligent, veegt het steunbeen van Bouras eronder uit. Het is ook een beetje mogelijk geweest omdat Bouras niet stevig genoeg in de nek vast had. Bouras moet nu komen. En het publiek voelt... Al een tijdje dat gevaar, die onzekerheid. En Djamel Bouras vindt dat je het ook ziet aan zijn blik. Ja, hij voelt... Vertwijfeling. Hij dooft lichtjes uit zo. In het begin zeer stevig begonnen. Maar natuurlijk moet je ook denken, die halve finale tegen Reiter, waar hij echt tot het uiterste is moeten gaan, zal ook wel niet in de kleren gelopen zijn.
En nu heeft hij weer goed vast, maar de Koreaan intelligent draait hem buiten. Koreaan heeft nu aan een Wazari genoeg om de kamp te winnen. Uit te maken. Nog 1 minuut en half. En ik zie Bouras. Nu, je weet natuurlijk nooit, hij kan altijd verrassen, maar ja, normaal Koreaan, Cho, In-Chul Cho, is toch wel de betere, denk ik. Denk ik ook wel, ja. Met die, heeft het goed opgevangen, die extreme vechtstijl van Bouras. Kijk, elke aanval die Bouras inzet. En Bouras komt klaarblijkelijk toch wel een ietsje conditie tekort. De conditie die hij wel had in Atlanta. Om nog en nog door te gaan op die extreme stijl. Nog. Tot die Koreaan gewoon afgebroken is. We zagen ook even David Douillet meekijken daarnet. De man die gisteren won en die er dus niet bij zal zijn in de open klasse. Die verstek laat gaan omdat hij geblesseerd is. Nu een bestraffing. Ja, nog wat, de judogi moet worden goed gestoken. Bouras zou dat ook maar meteen doen, zodat we niet te veel tijd verliezen. Want onze uitzendtijd is zo goed als op, denk ik. Maar als het even kan, zouden we die laatste minuut nog willen volmaken. En de Fransen natuurlijk. Als dat mag. De Fransen natuurlijk proberen. De Fransen natuurlijk proberen nu te duwen naar de strafpunten. Want ze zien dat Bouras onmogelijk kan scoren op deze Koreaan. Of toch zeer moeilijk. En Bouras gaat nu met Cho nog op zwier, maar het levert niks op. 50 seconden, alles is nog mogelijk als Bouras nu eventjes de versnelling hoger zet en er volledig als gek ingaat. Ja, want Bouras gaat op de grond. Cho wint, Cho is wereldkampioen. De Fransen moeten dus met 1 titel tevreden zijn en 1 zilveren medaille. Wij hebben een mooie zilveren medaille van Gella van de Cavey. Het goud heeft er een beetje in gezeten, maar ze is dus geworpen door haar tegenstander Severin van den Ende. Dit was het voor vandaag. Ik bedank jullie plaats voor het commentaar. Ik verwijs nog heel even snel naar het journaal waar u een reactie kan verwachten van Gella van de Cavey. Morgen zijn we er opnieuw live bij voor het judo met Marisa Belloba en Nicole Flagotje. Voor vandaag bedankt voor het kijken. Weer over naar Brussel.